De Chinese autofabrikant Dongfeng wil zijn kansen wagen in Europa. En hier in Alkmaar is een brandstore geopend waar verschillende modellen te zien zijn. Die het meest in het oog springt is deze M-Hero 1. En nee, ik leun nu niet op het dak, ik leun op de motorkap. Tja, wat moet ik ervan zeggen? Kijk en huiver zou ik zeggen. Hij is een kleine 5 meter lang, dik 2 meter breed. En kijk dit ook even. Ik ben 1,93 lang. Ik ga er even naast staan voor je. Ja, hij is echt enorm groot. Het doet mij een beetje denken aan een BMW XM on steroids. En van de achterkant juist een beetje aan een Hummer. Daar heeft hij wat trekjes van. En je zou er ook een Chinese versie van de Tesla Cybertruck in kunnen zien. Groot verschil, die Cybertruck komt natuurlijk niet naar Europa. En deze wel. Hij komt niet alleen naar Europa, hij komt ook naar Nederland. Een van de modellen die hier ook staat is de Voya iCozy. Overduidelijk een conceptcar, maar hij ziet er wel goed uit. Goed, terug naar de M-Hero nummer 1. Zijn aandrijflijn doet dan weer een beetje denken aan die van de elektrische Mercedes G-klasse. Hij heeft namelijk ook 4 elektromotoren, 1 bij elk wiel. En dus zou die in theorie ook datzelfde kunstje moeten kunnen doen als die Mercedes. Raande. Ja, dit is natuurlijk absolute kermis. Maar wel erg leuk. En de grap is, na 2 rondjes zegt hij zelf het is genoeg geweest. Goed, een paar cijfers over deze M-Hero 01. 1089 pk. 0 tot 100, 4,2 seconden. Het batterijpakket, schrik niet, 142,7 kWh. Dan denk je, nou, zal die een goede range hebben? 450 kilometer ongeveer met zo'n groot accupakket. Dus het verbruik is echt krankzinnig. Nog erger dan die elektrische G-klasse. En hij weegt trouwens 3410 kilo. Dus je kunt hem eigenlijk alleen rijden met een groot rijbewijs. Nu is er een hele zware bodemplaat onder ter bescherming van die accu. En nu zijn ze aan het kijken of ze die misschien weg kunnen laten. Omdat de meeste mensen waarschijnlijk toch niet off-road zullen rijden. Die plaat is heel zwaar. Als ze die weghalen, dan zou je hem ook met een normaal B-rijbewijs moeten kunnen rijden. Verlang je naar meer range, dan heb je pech. Dit is de enige variant die naar Europa komt, die naar Nederland komt dus ook. Maar in China heb je nog een hybride variant waarbij een 1,5 liter turbo 4-cilinder als range extender dient. Dan heb je nog steeds een 65 kWh batterij. Maar goed, daarmee heb je wel wat meer rijbereik. Maar ja, die krijgen wij dus niet. Kijk trouwens even hier naar deze ruimte. Zoals je ziet staat hij op luchtvering, waardoor hij in hoogte verstelbaar is. Hij staat nu in de hoogste stand en hij kan ongeveer 15 centimeter omhoog en omlaag. Maar ja, het is een gigantisch ding. De kwaliteit is niet per se geweldig wat ik er tot nu toe van heb gemerkt. Mij werd duidelijk verteld, het is een testmodel, dus hij is ook grondig aangepakt. Kun je ook wel zien, onder de motorkap is hij ontzettend smerig. Hier heeft hij trouwens ook echt die scharnieren aan de buitenkant. Bij de achterdeuren dan weer niet. Het productiemodel zal dus wat netter ogen. Hier de achterklep. En dan zie je direct trouwens dat het geen 7-zitter is. Het is een 5-zitter. Wel met een grote kofferbak. Maar dan weer niet met heel veel ruimte hier nog onder. Dus voor het formaat auto misschien niet eens zo'n heel grote kofferbak. Goed, een 5-zitter dus. Ik moet er echt inklimmen. En eens kijken hoe ik die hier dan achterin zit. Het is een heel rare combinatie van aan de ene kant een beetje zo'n Hummer idee en een beetje robuust en aan de andere kant moet het een beetje chic en luxueus lijken. Ik heb hier in het midden een tablet die toch wel werkt, waar ik dan verschillende instellingen kan veranderen hier op de achterbank. Bekerhouders, het materiaal voelt dan weer niet zo mooi en chic als het er wellicht uitziet. Het voelt een beetje goedkoop-ish. Verder heb ik hier op de deuren de bediening van de elektrisch verstelbare stoelen. Dus dat werkt wel met veel kabaal. Lijkt een beetje van Mercedes afgekeken, maar alles hier, ook dit, zeg maar, het voelt allemaal een beetje gammel, een beetje plasticerig. Maar goed, zoals gezegd is dit dus een testmodel. Misschien dat het nog allemaal wat beter wordt. Goed, en dan voorin de M-Hero nummer 1. Ik weet niet of je dat hoorde, maar hij heeft dus een soort wapenlaadgeluid als je de deur sluit. Heel gimmicky, heel
kinderachtig als je het mij vraagt. En het is me uitgelegd. Het heeft ermee te maken dat de deurhendels aan moeten voelen als de grip van een pistool. Waarom? Ik heb geen idee. Maar goed, het past bij de uitstraling van deze auto en het karakter. Hoe zit ik hier dan? Nou, ontzettend ruim zoals je voelt. Ondanks die enorm brede middentunnel. Alles ziet er robuust en ergens een beetje chic-ogend uit. Maar ook weer niet. Eigenlijk een beetje goedkoop door hoe chic het wil lijken. Misschien een beetje als die heel grote, dikke namaakhorloges of zo die je ook uit China koopt. Een beetje die indruk krijg ik ervan. Nou, weer hier dus die stoelbediening op de deuren. Ook de raambediening hier lijkt nu niet te werken. Misschien omdat de auto niet op standby staat. Ja, een ontzettend ruime auto. Veel opbergvakken hier. Je zit echt als een koning. Het stuurtje doet gek genoeg een beetje denken aan dat van Land Rover en Range Rover. Dat is misschien niet heel origineel. Veel fysieke knoppen op het stuur, dus dat is op zich allemaal prachtig. 3 schermen. Ik heb geen idee of het lekker werkt. Ik kan de auto hier niet uitgebreid testen. Maar ja, 1 ding is zeker, dit moet je ding zijn. Er is trouwens ook nog een dakrek hierop. En ik kan daar nu zo door dit dakje hierheen kijken. En ik zie al wel dat die bouten een beetje roestkleur laten zien. Nogmaals, de auto is enorm getest, enorm gebruikt. Maar het is misschien niet de beste auto om in een showroom te zetten hier. Goed, zoals gezegd komt hij dus ook echt naar Nederland. Maar hoeveel gaat die kosten, vraag je dan af? Nou, ze rekenen op ongeveer 160.000 euro. Ja, ik ben heel benieuwd wie dat in vredesnaam gaat betalen voor deze auto.